Toen de schilderijen van Jan Cremer ons museum werden binnengebracht voor de tentoonstelling Cremer Noordwaarts, rook het hele museum naar verf. Alsof we met elkaar in het atelier van Cremer stonden. De dikke lagen verf geuren nog alsof ze vandaag zijn aangebracht. En zuinig met zijn materiaal is Cremer niet. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij zijn schilderstechniek. Voor zijn 20ste woonde hij in Parijs en een bevriende kunstenaar die daagde hem uit om tekeer te gaan als een barbaar. Smijt de verf op het doek en experimenteer met andere materialen dan alleen maar verf. En zo was het pentuur-barbarisme van Cremer geboren. Expressieve, grof geschilderde doeken met dikke lagen verf en materialen als jute, lompen en hout. En als we hier om ons heen kijken op deze tentoonstelling met het meest recente werk van Jan Cremer, en hij werd deze week 80, dan zien we dat hij nog steeds op diezelfde woeste wijze schildert als hij deed in zijn jonge jaren. Hij maakt de verf nog steeds zelf en brengt dat vervolgens in ruime mate aan met penselen, spatels, maar ook met zijn handen. Hij beeldhoudt als het ware de golven en hier die schuimkoppen op tot driedimensionale vormen, waardoor er beweging in komt en er diepte ontstaat. Maar hij doet meer. Op dit schilderij zien we een hele korrelige structuur. En dat is afkomstig van zand. Tijdens veel reizen naar verre oorden bracht hij zand mee terug naar huis. Vanuit Mongolië, Hongarije, Cape Cod. Zand met steeds een andere structuur. Verwerkt hij in zijn schilderijen omdat hij wil dat wij als kijker de kloten van de aarde voelen in zijn werk. En die krachtige bewoordingen gaan niet alleen op voor het resultaat, maar ook voor zijn proces. Want voor Cremer is schilderen als het voeren van een strijd. Het voeren van een oorlog met het doek als grote tegenstander. Hij schopt en slaat de verf op het doek. Hier zie je het mooi hoe hij er gewoon losse klodders tegenaan heeft gegooid. Hij druipt de verf eroverheen. Hij gaat zelfs wel eens doeken te lijf met een brander, waarna hij de verf weer afblust. Een grote, woeste pentuur-barbarist aan het werk. Tijdens de vele zeereizen die Cremer heeft gemaakt in zijn leven, heeft hij ervaren hoe het is voor de mens om steeds een strijd te leveren met de elementen. En in deze tentoonstelling is het heel voelbaar hoe hij die strijd doorvertaalt naar het doek. Schilderen is voor hem, net als het bevaren van de wereldzeeën, een strijd waarvan je steeds hoopt dat je hem wint.